Krijg je regelmatig verkeerde websitesuggesties te zien of werken de standaard formuliergegevens niet meer? Ja, bestand even de zoekgeschiedenis van je browser. En in deze tipvideo leg ik je uit hoe dat werkt voor Google Chrome. Iedere website die je bezoekt met Chrome wordt opgeslagen, net als allerlei gegevens daarvan. En die geschiedenis wordt voller en voller en het is een idee om die volledig te wissen als er problemen zijn ontstaan. Pak je smartphone er dus bij en open Google Chrome, want zo wis je je browsergeschiedenis. Wanneer je Google Chrome hebt geopend, tik je rechtsboven even op de drie puntjes. Vervolgens kies je voor geschiedenis en je klikt op browsergegevens wissen. Je tikt op het tabblad geavanceerd en vinkt daar aan en uit wat je wel of niet wil wissen. Vervolgens tik je nog even op periode die je aanpast. Ja, staat alles klaar? Dan klik je rechtsonder op de button gegevens wissen. Waarschijnlijk krijg je dan wel een waarschuwing te zien van gegevens die je wilt wissen van websites die je vaker bezoekt. Ja, wil je dat toch niet doen, vink ze dan even aan of uit. Je moet trouwens sowieso voorzichtig zijn met gegevens die je wist. Want zijn die gegevens eenmaal verwijderd, dan zijn ze niet meer terug te halen. En daarom neem nog even kort met je door wat iedere functie precies inhoudt. De eerste is browsegeschiedenis en die houdt simpelweg je internetgeschiedenis bij. Cookies en sitegegevens. Ja, die houden bijvoorbeeld bij dat je blijft ingelogd op je favoriete forum of bijvoorbeeld webshop. Gecachte afbeeldingen en bestanden. Want plaatjes en bestanden die je vaker opent worden opgeslagen op het toestel zelf. Zo worden ze sneller geladen en kost het jou minder mobiel internet. De vierde optie is opgeslagen wachtwoorden. En dat spreekt volgens mij echt wel voor zich. Formuliergegevens voor automatisch invullen betekent dat je formulieren nog sneller kunt invullen omdat er bepaalde informatie wordt onthouden. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailadres, postcode of je woonplaats. En de laatste optie is site-instellingen. En daarmee worden voor specifieke websites instellingen opgeslagen. Heb je hierover nog een vraag? Stel hem dan even in de reacties onder deze video. En wil je meer van deze handige tips zien? Check dan een van de video's hiernaast. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.